Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de Gunfight Winstreak hier op Call of Duty Modern Warfare. In deze serie moet ik natuurlijk samen met Ryan een zo hoog mogelijke winstreak neerzetten in de game mode Gunfight. En op dit moment staat de counter op 4 potjes. We hopen dat vandaag te verhogen naar 6 potjes, maar dan moet natuurlijk wel alles goed gaan. Want verliezen we 1 game, dan is meteen de gehele serie afgelopen. Dus heb je hier nou zin in? Ram natuurlijk zo'n kaart op lijn of vergeet niet te abonneren voor meer. En op naar de eerste game. Het potje gaat beginnen op de map Gulag Showers. Goed luck. Ik heb er één gehit. Ja, lekker. Is dood. Mijn kant waarschijnlijk. Ja, jouw kant. Oh. 55. Jullie hebben evenveel HP. Dan misschien piekt hij hem op, maar dat deed hij helaas niet. Doorgelopen, linkerkant van. Ja, hij zit linkerkant nu, ja. Wajowajowajow, hij is precies waar ik stond, jongen. Je had 12 schoten, of niet? Ojojojojoj. Ja, ik schoot hem nog één keer raak, maar die tweede die ging rechts van hem, dus die was mis helaas. Kein probleem. Kan gebeuren. Ik heb er al één gehit, 45. Dat is een schade. Ja, midmap, alle twee. Ik push hem daar. Ik ben gegranateerd. 3, 2, 1. Ik heb er eentje van hun ook geraakt met granaat. Ja, ik ben ook geraakt door een granaat. Midmap! Oh, hij zit er al eentje midmap. Ja, wauw, ze pushen door. Ik had een granaat vol op mijn hoofd. Oh, hij stond ook hier. Boven. Ja, hij zit daarboven, ja. Oh, ik had het ook niet gezien hoor. Welk wapen krijgen we? Oh MK2, let op. Let op, ouwe. We moeten oppassen, want die ventjes gaan naar boven zitten. Pas op je blazer site als je vooruit staat. Ik heb er één gehit, 70. Ik ben ook gehit voor 90. Eentje okay. Geraakt? Ze zijn alle twee gehit nu, ze zijn alle twee gehit, bro. Eén de rechterkant. Ik ben ook geraakt. Ik heb er één. Ik heb een pistooltje, kom. Ik heb die andere. Nice. Dat was een halve hipfire, joh. Oei. Geen idee hoe ik hem had, maar oké, ik vind het niet erg. Dat komt door die leestijd waarschijnlijk. Hier. Dat was geluk, jongen. Woe. Ik piek mid. Ja, alle twee mid. Ze durven het niet meer. Oh, lekker. Bovenin. Ik heb een gehit. Hij pusht je. Zo, ik pakte ook even een pistooltje hoor. Ik ging rennen. Ja, dan kan je niet meer schieten hè. Nee. Dat is echt genaaid. Ik dacht, ik pak ook maar mijn pistooltje, want hij is weak namelijk. Alright, we staan weer gelijk, Ryan. Ik piek hem rechts. En ik ga gewoon meteen schieten zonder te kijken. Eentje met de jokant. Ik begon gewoon te schieten, hoor. Als mee komt er een push, hoor. Ik heb er één gehit. Je hebt twee granaten! Ik heb er één met granaat. De ander zit aan de rechterkant. Ik ben gestunt. Hij is doorgepusht, ontspan! Ik ben hun span nu. Het midden? Oh, hij heeft mij! Onze span is hier doorgepusht! Dankjewel. Oh, die granaat, die heeft twee granaten hierop staan, hè? Ja, dus houden die onze granaten alle vier tegelijk gooien? Gewoon mid-map. Zullen we wachten en dan gewoon mid-map gooien? Oké, 3. Nee, je kan nog niet. Oh. Ik moet 10 seconden wachten of zo, hè? Ik heb er al eentje gehit links. Nu? Ja, wacht. Koek hem. Gooi! Het staat er niet helaas. Ik gooi er nog eentje links. Volgens mij zit er één aan de rechterkant. Ik heb er één links gehit. Ik heb die dood. De andere zit midmap. Ik heb stunnen gegooid bij jou. Ik heb maar één keer geraakt. Ik heb hem. Oh, GG. Ik moest wachten, want hij had een stun naar mij gegooid. Dus ik stond rustig te wachten. Oh, de headshot. Lekker man, als lekker. Als ik had, was ik dood. Je hebt een kar, hè? Je hebt een kar. Ik ga die kar gebruiken. Hij komt schietend het hoekje om en ik schiet mis. Oh, wat een viezerik. Hij schoot af voordat hij me zag, jongen. Nooit. Oh. Ja, je bent een lul. Daar kon je niks aan veranderen, joh. Ik kon er ook niks aan veranderen. Nee, twee molotovs allemaal. Het kan zo snel voorbij gaan, die gunfight. Dat is echt niet te geloven. Nou, die car die was geen succes, dus ik ga het nog een keer proberen, ja? Nee, ik ook. Ik heb er één gehit.
Ik heb die andere. Let's go. De eerste keer lukt het niet. De tweede keer pakken we ze, jongen. Oh. Daarom. Kijk hem liggen. Kijk hem liggen. Oh, wat een camper. Ja, die ging er even lekker bij liggen. Die dacht, we zitten in douche. We gaan liggen, joh. Het is niet heel erg hygiënisch, kan ik je zeggen. De douches werken niet meer echt, maar. Nee, die werken ook niet meer echt, nee. Eentje met rechterkant. Ja, let op dat ze niet dat raam. Nee, push die. Ja. GG. Bovenin raap die rechts. Nee, hij is naar beneden gesprongen al. Ik heb hem. Oeh. Ik speel het even rustig uit, want jij had 3 AP, hè? Echt? Ja, je had 3 AP over, dus ik dacht, ik wil niet dat je neergaat. Dus ik speel het ietsje rustig, ik ga er niet zomaar op afrennen. Die ene en die andere pushte, ja. Maar ja, je had hem, hè? Daar gaat het om. Hé, hey, lekker man. Winnetje erbij. Volgende match gaat ook van start. En ik vind dit zelf persoonlijk een leuke map. Ryan, jij ook, hè? Ja, ja. Ik heb er al 1 week, 3 AP is die. Eentje boven meekant. Goed zo. Ik ben niet geraakt. Later, Ryan. Goeie granaat. Ik heb rechts gestunt. Ik hoop dat hij rechts zit. Ja. Hij zit nog steeds boven. Ik heb hem. Op de trap. Oh, wat? Op dezelfde kant. Hij is één shot. Hij is one shot. Hij is one shot. Pak hem. Nee. Ik schiet alles mis. Poink, poink. Ik ook. Ik ook. Kijk uit. Ik schoot ook alles mis, jongen. Oh, wat slecht. Moet je kijken. Ik was scheef in dat pistooltje, jongen. Oh, maar ja, we hebben de ronde. Geen probleem. Er zit een suppressor op, er zit meer recoil. Ja, ja, sowieso die pistools in deze game. Weer boven, hoor. Ik heb hem 2 keer headshot. Als die raakt. Ik ben een container gepusht. Hij zit volgens mij. Nee, links trappetje ook. Ik heb hem. Wauw, lekker man. Ik vind dit serieus echt een fijne map. Want je kan zo sneaky spelen. En op het moment dat je denkt, ik wil nu niet sneaky spelen, dan ga je gewoon op een container staan. Ja, ja, geen probleem. En met zo'n pistooltje kan je ook op een container gaan staan, want je moet toch echt een paar keer raak schieten. Pas nu wel op hoor, met de sniper. Hou je oog op de trappen. Je hebt een leeftijd erop. Ja, ik zie die sitejes. Zit er één rechts achter? Ik gooi granaat op hem. Ja. Rechts achter onder. Ja, lekker, linker, dat was hem. Linker? Ik heb die andere ook gehit. Ik heb hem. Nice. Ze stonden met z'n tweeën op dezelfde plek. Ja. Dat was niet zo slim. Ik zag zijn laser sight, dus ik zag... Ja, ja. Ja, maar dat is niet slim. Als je ziet dat je laser sight hebt, dan moet je... Ja, je moet natuurlijk wel inzoomen met de sniper, maar... Eigenlijk moet je dat weer net niet doen. Ik kan beter een pistooltje gebruiken. Ja, maar ja, sniper is one shot. Eigenlijk moeten we pushen met een pistooltje. Eentje boven? Ik heb, ja, ik heb hem. Ik schot 1 kogel mis. Oh, GG. 4-0. Ik denk serieus dat dit ons mappie is, hoor. Ja, Cargo. Oh, hij schoot langs je, joh. Hij had hem, geen probleem. Oh, nee, niet deze. Ik haat dit wapen ook. Lijkt me singles heb ik geen hekel aan in deze game. Ik heb er één. Andere is boven. Ja, rechtsboven, ja. Ik gooi je molotov daar. Ik ook. Oh, hij zit van mij. Alright. Ik weet niet hoe ik deze gunfight heb gewonnen. Er is er een rage quit. Echt? Ja, nee. Ja, bro, winnen flawless. We mogen niet doodgaan, ja. Ik sta 8-0, jij staat 2-0. We kennen hem naïve. Ja, maar als we doodgaan, ik wil eigenlijk een flawless, helemaal flawless winnen. Ja, maar we kunnen hem stunnen, hè. Ja, oké. Ja, we proberen het. Hij is gepusht. Ik zie hem aan de linkerkant. Niet neergaan, Ryan. Ik heb hem gehit, 41 AP. Nee! Ik ga hem nijven. Ja! Nee, geen flawless. Nou ja, wel flawless in de punten. 6-0. Oh, maar dit is ook genijd dat zijn teammate hem lieft. Ik vind dat zo zielig eigenlijk. Ik heb het zelf ook al een paar keer meegemaakt. Dan speel ik solo. En dan lief mijn teammate. En dan denk ik van, maat, we staan voor. We zijn aan het winnen. Wat doe je? En dan komt ook niemand meer bij. Zeg maar, wat zei je? Eigenlijk moet je een ban van een uur hebben dan. Ja, ik vind dat je gunfight eigenlijk gewoon niet mag lieven. Ja. Maar ja, het gebeurt wel en het joint dan ook niemand nieuw. Dus als iemand de eerste ronde lieft, dan zit je heel het potje, zit je in je eentje. Maar ja. Klopt. We hebben 2 gewonnen, Ryan. Ja, dus ja. De winstreak blijft doorgaan. En ja, Cargo vind ik echt een fijn mapje, jongen. Ik vind die zo chill spelen. Toevoeging. Ja, dat is een leuke map. Dus mocht je hebben genoten van deze video, ram natuurlijk zo'n subscribe, dat blijkt op, zou ik super gaaf vinden. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Voor meer, check Rijn's kanaal uit voor nog meer. En dan hoop ik ook weer tot de volgende keer. Yo. Bye bye.